allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe Shein video voor jullie in het thema basics. Dit is dus allemaal basic topjes, broeken, jurkjes, van alles wat ik dus heb besteld. En dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik heb bij deze video ook een kortingscode en dat is BASICSJILL. Maar je kan natuurlijk ook een kortingscode BAIJOB55 gebruiken voor 15% korting. Laten we maar beginnen en dit pakketje openmaken. Ik ben benieuwd, want ik ben een beetje vergeten wat ik heb besteld. Oeh. Leeg. Oké. We gaan natuurlijk niet spieken. Dus we beginnen gelijk bovenaan. Ik zie wel allemaal kleurtjes. Dus ik ben erg benieuwd. Dit is nummer 1. En dit is maat XS. En hier staat op het kaartje, Back to Basic. Shein Basics. Dit is een lange jurk. Nou, de bovenkant lijkt een beetje op een spaghetti, bandjes, hemdje. Maar het is dus een jurk. Nou, gewoon lekker lang. Lekker basic. Ik denk dat het erg leuk is met gewoon een jasje erop. Gewoon ook omdat natuurlijk juf voor stage, voor school, gewoon om dit aan te trekken. Dat het er best leuk uit kan zien. Dus laten we aantrekken. Nou, dit is de jurk. Ik vind hem zelf heel erg mooi zitten. Hij zit ook erg lekker en hij is lekker lang. Dus ik kan er ook gewoon normaal mee zitten zonder dat je iets ziet. Nou, dit is de achterkant. Lekker basic. En dit is de voorkant. Nou, ik ben er erg blij mee. Dus deze krijgt van mij een dikke vette duim omhoog. En we gaan door. En ik zie hier dit. En dit is ook een maatje XS. En dit is een, ja, dat dacht ik wel, een bandeau topje. Dit wordt steeds meer in en dat zie je steeds vaker voorkomen. Dus ik dacht, weet je, ik ga ook een beetje mee met trend. Ik ga het ook een keertje proberen. Want vroeger toen ik dit probeerde, zag het er dus niet uit. Het kan zo zitten, maar ook zo. Ik denk zo, want anders zakt die af. En de voorkant is ook iets langer dan de achterkant, maar we gaan gewoon aantrekken en kijken of wat voor mij is. Nou, dit is het topje. Ik vind de kleur erg leuk en hij slaat ook heel mooi aan. Ik heb alleen even gewoon een BH eronder aan, want de strepjes BH zitten in de was, dus die kon ik even snel niet pakken. Dit is de voorkant en dit is de achterkant. Ik vind de kleur erg leuk en hij zit echt fantastisch. Dus ik krijg een duimpje omhoog. Nou, dan hebben we nog een basic. En dit is ook een maatje XS. Oh, dit is dus een soort bandeau top. Maar een langere versie die je dus hopelijk als je een toge broek aan hebt in je broek kan stoppen. Ja, ik weet niet precies hoe ik deze kleur moet noemen. Ja, het is blauw. Maar het is geen donkerblauw. Ja, ik... weet niet helemaal. Maar ik vond het wel een erg leuke kleur. En ik vind het ook mooi dat er zeg maar een taille in zit. Want heel vaak heb je van die rechte topjes. En wanneer je dat dan aantrekt, dan heb je van die soort van luchtgaten dat dan niet mooi aansluit. En misschien deze wel. Dus ik ben benieuwd hoe dit mij gaat staan. We gaan het gewoon uitproberen. Nou, dit is het topje. Ik vind hem zelf heel erg mooi zitten. Hij komt tot hier, maar ik heb hem in mijn broek gestopt. Deze kleur broek is niet de match voor dit topje. Maar misschien een zwarte of een andere kleur wel erg leuk. Dit is de achterkant van het topje. En dit natuurlijk de voorkant. Nou, in principe kan die wel met een BH. Maar ja, strapless BH is misschien wat mooier. Maar ja, deze krijgt van mij ook een duimpje omhoog. Nou, gaan we door naar de volgende. Maar basic items zijn natuurlijk echt super handig om gewoon in je kast te hebben. Want als je gewoon even iets niet hebt dat gewoon lekker matcht, basics match je meestal gewoon heel erg goed. En de kwaliteit van deze dingetjes vind ik ook heel erg goed voelen. En dus als je wat leuk ziet in deze video, staan links natuurlijk in de beschrijving met de maten en de prijs. En natuurlijk ook mijn kortingscode BAIJOB55 en de kortingscode van deze video BASICSJILL voor 15% korting. En dan gaan we door. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Dit is ook een maatje XS. Oh, kijk. Als we toch in het bandeau thema gaan, gaan we er helemaal voor. Dus we hebben een zwarte. Ik denk dat hij wel stretch lekker. Wel heel ver. Zolang die maar niet doorschijnt, vind ik het goed. Een zwarte. En dus een witte. En van de witte ben ik een beetje bang dat hij doorschijnt. Maar gewoon een witte BH eronder aandoen. Die strapless is. Anders is dat nog geen bandeau. Maar ik ben benieuwd. De kwaliteit voelt wel goed. Het is ook lekker zacht. Dus we gaan het aantrekken. Nou, dit is het topje. Ik heb even de zwarte aangetrokken. Hij schijnt niet door. Hij is wel wat kort. Maar in principe is dat niet erg. Dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Hij zit goed. En hij zit lekker aansluitend. Dus deze krijgt van mij ook een duimpje omhoog. Ik word elke keer surprised. Want ik heb echt geen idee wat ik allemaal besteld heb. Waardoor dus ook dit kleurtje.
Dit is weer een maat XS. Ik dacht dat ik niet alles in XS had besteld, maar blijkbaar wel. Oh, nou, gewoon een basic crop top heb je. Nou, in een leuke zoomkleur. Leuk voor in de zomer. Ook al wordt het alweer bijna herfst. Maar we houden het er gewoon nog even in. Ik bedoel natuurlijk niet, het moet nog augustus worden, dat het echt bijna herfst is. Maar er wordt nu al in de winkels herfstspullen verkocht. Daarom. Nou, dit is het topje. Hij zit lekker en hij is ook lekker zacht. Je ziet het niet zo goed op camera, maar hij schijnt wel door. Dus ik denk dat het wel een leuke optie is met een bikini eronder voor naar het strand te gaan. Maar niet om gewoon naar buiten te dragen. Want ja, voor mij hier zie ik een beetje alles. Maar voor de rest vind ik hem wel erg lekker zitten en de kleur erg leuk. Dus ik krijg van mij een half duimpje. En we gaan dan weer door naar de allerlaatste. En dit is ook een maat XS. En dit is weer een jurk. Een lange jurk. Dit keer met lange mouwen. Misschien is het leuk om hier een truitje op te doen. Ik heb geen idee. Want normaal bestel ik dit soort dingetjes niet. Maar ja, wel een hele handige basic. Dus we gaan er gewoon aan proberen. Dit is de allerlaatste basic jurk. Er moet wel een andere onderbroek, want die zie je er doorheen. Omdat hij zo strak zit. Maar dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Verder is het wel prima. Beetje struggles om erin te komen. Misschien ook beter een S'je kunnen nemen. Maar verder is het wel een leuke jurk. Dus ik krijg van mij een duimpje omhoog. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Doe daarom jullie ook een dikke vette duim omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Bij Jill natuurlijk. En met de volgende op Instagram en TikTok. Bij Jill Griekse IT. Doedels!